shit was dope. Nou, en over NWA Straight Outta Compton. 3 voor 12 radio. Op 3FM. Ja, het is altijd heel simpel voor mij. In een museum wil je ook gewoon de grote meesters hebben zien hangen als je daar naartoe gaat. En ik hou ook niet van copycats. Dus ik kan echt genieten als ik gewoon een grote meester in de studio heb. En die is hier vanavond. Meni, welkom man. Hey, dankjewel, maar het is goed om hier te zijn. Ja, vorig jaar was het ook zo gezellig dat je er was. Goed gesproken toen. Toen had je ook nieuw werk bij je. Nu ook weer nieuw werk. Toch nog even over die NWA. Straight Outta Compton draaide ik dus net. Ik zag, en ik draaide het niet zomaar, want ik zag dat je meedoet aan een avond in het Koninklijk Concertgebouw. Waarin een ode wordt gegeven aan klassieke hip-hop. Hoe zit dat precies? Ja, ik werd gevraagd om dat te doen. En ik ben iemand, ik hou van de klassieke hip-hop. Je weet, ik ben een student van hip-hop. En ja, ik ben vereerd om, voel me vereerd om mee te doen aan dat. Huh? En weet je al precies wat er gaat gebeuren? Zijn er bepaalde tracks die jij gewoon in het Engels dan gaat doen? Of heb je eigen versies? Nee. We gaan, als wat ik heb begrepen, we gaan gewoon die NWA-tracks doen. Je weet toch, dat is wel dik, man. Ja, toch? Ik vind het ook dik. NWA is wel echt de begin, is echt oud. Maar je weet toch, het is omdat, je weet toch, Dr. Dre, Eazy-E, Ice Cube. Die mannen hebben lang volgehouden in de game, toch wel. Dus ja, ik moet kijken wie ik ga... Wie van ze ik ga zijn op dat moment. Misschien wel alle drie. Dik, sowieso. Hey, je bent hier natuurlijk voor je nieuwe werk. Je zei het net al even, kom morgen uit. Vorig jaar sprak ik je nog onder de naam Mokromaniac. Nu ben je hier als Meni. Waarom? Waarom die naamsverandering? Eigenlijk komt de naam op hetzelfde neer. Maar ik heb hem alleen afgekort. Omdat ik vond Mokromaniac ook gewoon... Het is een naam die ik heb verzonnen in mijn jonge jaren en zo. En ik vond gewoon Meni beter... Wat volwassener. Uh-huh. Tijd voor een verandering. Gewoon. Uh-huh. En gaan we dan ook een hele andere nieuwe persoon leren kennen? Want eigenlijk wat je vorig jaar hebt uitgebracht... daar zat al in een soort van verandering, toch? Ook in je nieuwe werk. Kijk, verandering, dat is sowieso met de tijd. Wat je verandering, dat... Je weet toch, ik heb ook mijn haar nu laten groeien. Dus je weet toch, verandering is sowieso aanwezig. Maar ja, het ligt gewoon aan de sound. Ik denk dat ik blijf Mokromaniac. Mijn Meni betekent ook gewoon Mokromaniac. Het is alleen, ik heb die naam gewoon wat korter gemaakt. En de sound en mijn bars zullen altijd, je weet toch, ik ben altijd op dezelfde stijl. Gewoon als het gaat om die rap. Ja, dit is ook niet zo dat nu op Spotify al het werk van Mokromaniac verwijderd is. En dat het puur en nieuw, want ik zocht al op Meni, dat staat er al echt zelfs boven Mokromaniac. Alles is er gewoon te vinden, dus alle fans, maak je geen zorgen. Er komt alleen nieuw werk bij, want morgen je nieuwe EP Meni. De eerste onder je nieuwe naam. En ik zag op je Insta wat voorbij komen, waar je eigenlijk al best wel wat weggaf. Even een kleine bloemlezing. Je weet, ik doe pas mee wanneer ik word gepaid. Player in the game, ik kan niet worden gepleed. Ik weet wat ik ze geef en ik zorg dat ik neem. Ze weet ik best sick. Ik wil klappen op je ass, ik wil spelen met je tits. Let op jezelf, is niemand met mij, dan red ik mezelf. Dan pak ik die money en dan stek ik de helft. Let op mezelf, ga John Wayne op die man, dat klinkt iets. Hoe spuug die ook alweer? Ik ben een bandito. Laat je chillen, dan ga ik Jezus in de pot. Ik hou niet van verliezen. De wereld blijft me teasen. Af en toe, dat wil ik squeezen. Kijk je baby mama en je kinderen. Voordat het uitgaat en je moet kinderen. En zo van miep. Boter bij de vis, ja, je weet hoe dat smelt. Vraag niet om een bitch die de hele dag belt. Flow net een bridge, push ik net een pak melk. Ik... Waar die paper? Fuck a hater. Double hater, burn your paper. Deze tune, jongen. Lekker. Ik heb wel een beetje van alles. Ik heb een beetje van alles, toch? Ik probeer wel een beetje te variëren met de sounds. Weet je, het moet een beetje daar, een beetje. Je weet toch? Die laatste Rocket Tube, wat een samenwerking. Heet. Die double staat erover. White Boy meegewerkt. Seven natuurlijk. Er zit er wel wat future in. Ja, ja, ja. Toen ik je vorig jaar sprak, het debuutalbum ging over je familie, over het straatleven. Is hier ook een soort van rode draad in te vinden? Over. Onderwerpen. Waar heb je je inspiratie vandaan gehad? Hoe ben je aan de gang gegaan? Deze ben ik gewoon, hebben we een huisje gehuurd. Daar is het gestart. Gewoon zo'n schrijverskamp. Mm-hmm. En dan ben ik met producer Rocket Tune en White Boy hebben we daar gezeten een week. Volgens mij, ja. En vanaf daar gingen we gewoon inspiratie zoeken. Je weet, gewoon muziek maken. Het heeft niet, kijk, die EP heet ook Meni. Het is niet echt, die vorige album heette Maniac. Weet je, dus de titel zegt al dat er geen levensles of iets... Oh, je weet toch dat het heel diep gaat.
ik maak gewoon muziek, ik praat gewoon mijn shit. Je weet toch, dat is deze EP ook. Maar je wist dus van tevoren ook niet van, oké, ik wil sowieso nog even hier een tune over maken, of dit onderwerp wil ik nog even meenemen? Eentje heb ik wel op die EP, dat is Hemdulillah. Hemdulillah, dat is toch wel een beetje een track waar ik een beetje toch wat... een beetje persoonlijk ben gegaan. Je weet toch, in mijn emoties en in mijn gevoel gewoon. En de rest is gewoon een beetje gewoon muziek. Gewoon club en straat en... Maar Hemdulillah is toch wel een, zeg maar, wat diepere track. Waar gaat die over? EP. Het gaat gewoon over dat ik dankbaar ben, je weet toch, na alles. En je weet toch, dat we nog zijn. Het is eigenlijk... iedereen kan zich relaten met dat. Het is net als gewoon dankbaar dat je positie hebt. Dat je elke dag opstaat en dat je het nog overleeft, zeg maar. Daar gaat dat over. Mm. Ik begon de introductie net met een stukje 101 Bars. Nu eigenlijk een hele diverse EP dus, zeg je net. Het gemak waarmee jij spit, het gemak waarmee jij float... dat moet ook ervoor kunnen zorgen dat dit geen EP was geweest, maar een album, toch? Waarom heb je voor een EP gekozen en niet een album? Want als je in een week hebt gezeten en dit presteert... Nou, ik kreeg net die Terminator, ik ben er nu al helemaal gek van, want hij zit in mijn hoofd. Waarom geen heel album? Omdat het heeft 10 nummers. En dat is ook een album, volgens mij, met 10 nummers. Maar ik vond gewoon dat EP, ik heb een album... en ik denk dat als ik een album ga droppen nu... dat die geen Maniac of Mani gaat heten... maar dat dit wel wat dieper gaat zijn dan dit. Daarom eigenlijk die EP, omdat je zegt... het zijn allemaal losse vibes misschien bij elkaar. Ja. Een EP kan dat hebben met 10 tracks... en een album mag wat dieper gaan. Mag wat dieper gaan. En mijn eerste album ging niet per se zo diep... Maar het heet ook, zoals ik zeg, Maniac. En deze heet Mani. En als ik nu echt met de album ga komen, is die toch wat dieper, denk ik. Het is ook, ik heb al wat gegeven, dus dan kan ik nu wel diep gaan. Je weet toch, dus ik probeer ook steeds verschillende dingen te doen. Ik ben een beetje aan het experimenteren. En deze EP bevat dat ook een beetje. Tof, man. En wanneer kunnen we dat album dan verwachten? Ik ben benieuwd, man. Laten we eerst op vannacht, weet je. Deze man is zo gegroeid. Ik bedoel, als het stopt in de hip-hop, kan hij altijd nog de politiek in. Echt waar. Ja, serieus. Stem op Mani. Lijst Mani. Altijd nummer 1.